We zijn vandaag te gast bij Paulien Nieuwenhuis. Paulien, ik zie hier om me heen harpen. En de eerste vraag die dan bij mij opkomt, dat is natuurlijk, hoe noem je een vrouw die harp speelt op zijn Nederlands? Is dat een harpeuze? Is dat een harpij? Of is dat een harpiste? Dat is een harpiste. Een harpiste. Ja. Dat is het Nederlandse woord? Ja, volgens mij wel. Ja. En hoe lang doe je dat eigenlijk al, harp spelen? Ruim 40 jaar. Hoe ben je daartoe gekomen? Het was niet in eerste instantie mijn eigen keuze. Ik had nog nooit van een harp gehoord eigenlijk. Ik werd op de muziekschool getest. Ik wilde graag dwarsfluit spelen. Dat ging door omstandigheden niet. En ik werd toen getest voor slagwerk, viool of harp. Slagwerk leek me niet zoveel op, als kind van 9. Viool vind ik prachtig, maar realiseerde mij als kind dat je heel veel moet studeren voordat je het werkelijk heel mooi hebt. En een harp kende ik niet. Dus toen gingen wij naar de harpdocent. Daar stond een heel schattige Schotse harp. Ik kon een liedje spelen en toen was ik verkocht. En zo is het gekomen. Zo makkelijk gaat dat? Nou ja, nee, mijn ouders hebben er wel een nachtje over moeten slapen. Waarom? Omdat het de muziekschool was? Nee, voor de aanschaf van het instrument natuurlijk. Ah zo? Ja. Oh, die zagen meteen de miljoenen op hun afkomen. Nou ja, het was een kleine Schotse harp, maar dan toch nog. Hè, in een huis met 4 kinderen werd daar wel een nachtje over geslapen, ja. Ja, waar ben je geboren? Ik ben geboren in Groningen, maar opgegroeid in Drenthe. En Drenthe heeft geen eigen orkest. Hoe kwam je eigenlijk op het idee om in de muziek te gaan? Ik vond natuurlijk het harpspelen heel erg leuk en ik wilde... Maar wat trok je zo aan in dat harpspelen? Nou ja, toen ik er eenmaal mee begon, toen vond ik het mooi. Ik vond het een mooi instrument. Ik vond het leuk om te studeren. Ik vond het leuk om met anderen samen te spelen. Dus ik zat vele dagen per week in de muziekschool, op de middelbare school. Weet je, een harp is eigenlijk zo'n instrument wat in een orkest altijd wat wordt weggezet, zo aan een zijkantje, omdat het zo'n groot ding is. Er is weinig, of laat ik zeggen, niet zoveel geschreven voor harp en orkest. Het is eigenlijk een instrument wat moeilijk verschouwbaar is, omdat het zo groot et cetera is. Wat trek je daarin aan, in zo'n ding? Ik ben geen orkestharpiste. Dat trekt mij ook niet. Mede daarom. Wat ben je dan wel? Ik ben docerend muzikus. En ik ben natuurlijk, ik speel harp, ik ben harpiste. Maar een orkestharpiste is nog weer een aanvulling op je opleiding. En dat trekt mij ook niet, want je zit vele maten te tellen en te wachten en dan mag je. Dan zijn de partijen vaak hondsmoeilijk en dan is het weer voorbij. En als harpiste, ongeacht waar je bent de eerste die komt en de laatste die gaat. Dat is waarom? Gewoon, vanwege het grote instrument? Vanwege het instrument, het uitpakken, het stemmen, het weer inpakken, ja, dat hoort erbij. Moet hij zo gestemd worden? Altijd. Ontstemt hij zo snel? Hij ontstemt. Ja, je moet altijd stemmen voordat je ergens begint te spelen. Mm-hmm. Ja. Ja, en toen ben je met die harp begonnen, hè? Ja. En toen? En toen? Hoe oud was je toen? Ik geloof dat ik 10 was. Ik weet eigenlijk niet zeker of ik 9 of 10 jaar oud was. En, zo'n klein meisje? Je bent nog steeds klein? Ik ben nog steeds bij zo'n grote harp? Nee. Ik begon op een Schotse harp. Die was 1 meter... 10, 1 meter 20. En later kreeg ik het formaat wat daar staat. Wat je een beetje schaart onder de Keltische harpen. Die zijn ongeveer 1 meter 40. En daar kan ik dan wel achter spelen met mijn lengte. Nou, je hebt het nu over een Keltische harp. Hè? Ja. Hoeveel soorten harpen zijn er eigenlijk? Er zijn harpen zonder haakjes, zonder klepjes. Er zijn harpen met klepjes. En dat heette ook wel haakjesharpen, maar ik vind eigenlijk Keltische harpen. Vind ik gewoon wat chiquer klinken, klinkt wat leuker. En dan heb je de pedaalharpen, de enkelvoudige pedaalharpen, de dubbelvoudige pedaalharpen. Dus je hebt heel veel soorten. Waar ligt de oorsprong van de harp eigenlijk? In de prehistorie. In de prehistorie. Pijl en boog.
Oh, dus daar ligt het begin. Ja. Als je een beetje de klassieke vorm, heb je de pijl en boog. En zij schoten de pijl af. Daar kwam een trilling. En dat is gaan ontwikkelen. En dan, toen kreeg je de boogharp. Dat ziet er ook serieus uit als een soort boomstam met de boog met 3 tot 5 snaren. En als je in musea komt met oude instrumenten, dan vind je daar nog wel eens de oude boogharp, Afrikaanse boogharp. Wat maakt een harp tot een harp? Misschien een moeilijke vraag om dat zo te stellen, maar wanneer spreek je over een harp? Want je hebt toch meer snaarinstrumenten die er een beetje op lijken, niet in de vorm, maar wel in de bespeling. Het verschil bijvoorbeeld tussen een lier en een harp, hè, want daar wordt nog wel eens de vergissing een mee lier. Gemaakt. Het is een middeleeuws instrument. Ja, dat kan, dat weet ik. Ja. Is dat de snaren op de harp staan altijd schuin op het klankbord. Bij een lier staan ze recht, in een rechte hoek. Daar kun je onder andere het verschil al in zien. Dat is, ja, maar het was dus een boog, daar begon het mee. Met de snaar waarmee de pijl geschoten werd. En dat heeft zich ontwikkeld met steeds meer snaren. Ja, en een groter ontwerp. En toen hebben de verschillende landen hebben daar hun eigen ontwikkeling meegemaakt. En die hebben dat verder uitgebouwd. En op een gegeven moment kwam je natuurlijk in de baroktijd, had je meer snaren nodig. Je had natuurlijk de kruisen en de mollen nodig. Hoe gaan we dat doen? Dus toen kreeg je de harpen met gekruiste snaren of met 3 rijen naast elkaar. Dat is een hele aparte techniek. Ik heb er nooit op gespeeld, maar het is werkelijk heel interessant om te zien. En dat noem je een barokharp. Een barokharp. En je ziet ze nog en ze worden ook weer opnieuw gebouwd. En toen heeft men gedacht, ja, dat moet ook nog anders kunnen. En toen heeft men het pedaalsysteem ontwikkeld. Ja, en ik zie dan, als ik zo'n harp zie, zie ik daar rode snaren en witte snaren en beige snaren. Ik bedoel, wat is daar het verschil in? Iedere harp, ongeacht de grootte van het instrument, heeft altijd een rode snaar en een blauwe snaar. En wat daartussenin zit is een beetje kleurloos, een beetje wit kleurloos. Anders zou je geen enkele oriëntatie hebben als alles één en dezelfde kleur was. Dan weet je natuurlijk niet waar je moet beginnen. Dus rood is de C, blauw, soms is blauw ook zwart, is de F, do en de fa en alles wat ertussenin zit. Kun je ze een octaaf spelen? Ja. Dus je speelt van rood naar rood. Bijvoorbeeld. En dat is een octaaf. Ja. Je kunt hem dus ook dus zien in de witte toetsen van een piano. Ja. En hier zitten geen klepjes op deze harp. Dus die staat in 1 toonsoort. In dit geval in de toonsoort van C. Maar wil ik nou in de toonsoort van G spelen, dan moet ik met een sleutel die snaar een halve toon verhogen. Kijk je naar de andere harpen die hier staan, daar zitten klepjes op. Hoef ik alleen maar het klepje omhoog te doen, dan ben je klaar. En dan ben je al een halve toon. Ja. Dus dat wordt gewoon de techniek die daarop losgelaten wordt. Ja. Om het makkelijker te maken. Ja. Wordt er tegenwoordig ook nog harpmuziek gecomponeerd? Ja, absoluut. Zijn daar specialisten in die dat doen? Of componisten die ook voor de harp gaan schrijven? Allebei. Er zijn veel harpisten die muziek schrijven. En er zijn natuurlijk ook componisten die een uitstap maken, bijvoorbeeld naar de harp of een samenwerking aangaan. Maar er wordt zeker muziek geschreven voor de harp. Ja. Is dat dan dat je hem alleen speelt, dus solo? Of speel je hem dan in een orkest of in een combo of iets van die aard? Allebei. Allemaal? Allebei. Ja. Ja. En wat voor soort muziek wordt dat dan? Dat kan iets heel moderns zijn met allerlei effecten en noem maar op. En Remy van Kesteren is daar bijvoorbeeld een heel mooi voorbeeld van. Die gaat heel erg buiten de traditionele paden en die doet van alles met de harp. Ook de elektrische harp, want die staat hier dan niet, maar die is er ook. Maar je hebt natuurlijk ook de muziek wat meer gaat richting de Keltische muziek, de rustige muziek. Dus het is heel breed. Je wordt er zo rustig van die muziek, hè? Heeft dat je ertoe gebracht om muziek ook te brengen bij mensen die rust nodig hebben? Ja, nou niet alle harpmuziek word je rustig van natuurlijk. Want als jij muziek luistert, bijvoorbeeld van Lavinia Meijer met Philip Glass, dat is niet altijd even rustig. Maar de muziek die ik daar dan voor kies,
Die heeft daadwerkelijk een rustgevende werking. Ik ga naar bijvoorbeeld naar zorginstellingen. Mensen met dementie zijn vaak wat onrustig. Ik speel voor ze, ik speel ook met ze. En dan ontstaat daar wel een rust. En hoe ben je daar toe gekomen om dat te ontdekken? Ja, ik speel natuurlijk al jaren in zorginstellingen, maar ik heb nu gedacht, ik kan wel alleen maar voor de mensen spelen, maar het is ook leuk om met de mensen te spelen. En dan merk je gewoon wat daar ontstaat. En ik ken natuurlijk de mensen niet als ik daar maar één keer kom. Als je er vaker komt, merk je het wel, maar je hoort het natuurlijk van de mensen die werken, die in een zorginstelling, die zeggen van, goh, mensen die bijvoorbeeld nooit rustig op een stoel blijven vanwege de onrust in hen, die zijn dan toch ineens geïntrigeerd of die worden rustig en die hebben daar dan een hele ontspannen middag. En wat is een Keltische harp? Nou, wat maakt een Keltische harp voor jou zo mooi om op te spelen? Ik denk dat je een heel breed repertoire kan spelen op een Keltische harp. Voor mij is dat voldoende. En het staat veel dichter, denk ik, bij de mensen dan als je daar met een prachtig maar gigantisch groot instrument aankomt. En is het ook zo dat de harp nu een beetje meer in de mode gaat komen? Of wordt daar iets mee gedaan? Hè? Ja, ja, kijk, mensen zoals Remy van Kester, destijds Iris Kroes, hè, die meedeed met, waar deed ze ook alweer aan mee, weet ik even niet, maar die dan won met haar harp. Dat zijn natuurlijk wel hele goede ambassadeurs op dat moment. Die zetten even zo'n instrument in de picture op heel verschillende manieren. Maar dat maakt wel dat mensen denken, goh, leuk, zo'n harp. Een harp die klinkt voor mij alleen maar met een glissando. Ja. Dat is voor mij een harp, hè? Jij mag dadelijk ook eens een glissando spelen. Maar ik denk dat je daar dus een grote harp voor hebben moet. Of speelt dat ook op een klein harpje in een mooie klankkleur? Kijk, natuurlijk is het verschil met die, hè? De nieuwe technieken, worden die ook gebruikt op de conservatoria? Ik weet niet precies hoe de ontwikkelingen nu zijn, maar dat denk ik wel. En mensen worden natuurlijk toch ook wel gemotiveerd om nieuwe muziek te schrijven, gebruik te maken van wat er nu op een harp kan. Ja, ik weet niet precies wat men tegenwoordig allemaal wel of niet leert. Je hebt natuurlijk altijd het klassieke repertoire wat men zal moeten studeren. Maar daarnaast heb je ook altijd modern repertoire wat je moet studeren. Ja, maar het klassieke blijft nog steeds het mooiste? Ja. Of het mooiste is, is natuurlijk smaak. Maar dat blijft er wel in. Dat is smaak. Ik denk dat harp sowieso, elk instrument, dat wat je speelt is ook wel smaak. En gelukkig kan ik kiezen wat ik zelf mooi vind. Ja, maar en wat je wil overbrengen aan je leerlingen? Je ze alle twee en mogen ze zelf kiezen welke richting dat ze uitgaan? Zij mogen zeker zelf kiezen, maar ze krijgen natuurlijk ook van mij iets aangedragen. Maar als een kind echt één bepaalde richting op wil, dan zijn ze daar vrij. En ik vind niet dat je kinderen iets op moet dringen, maar ik vind het wel goed om ze zo breed mogelijk kennis te laten maken met wat er is. Zijn het bepaalde kinderen die met dit soort instrumenten bezig gaan? Nou, het grappige is, ik heb diverse kinderen die al van jongs af aan, en waarvan de ouders ook niet altijd weten hoe zijn ze erbij gekomen, die van jongs af aan zeggen, soms al 3 jaar, ik wil harp spelen. Soms dan denk ik zo aan het einde van zo'n gesprek, hè? Wat heb je nou eigenlijk vergeten te vragen wat ze nog zo graag wilden zeggen? Nou, wat ik heel graag kwijt wil, hè, om aan te sluiten bij het etiket, de titel van het programma, is dat op harp geen etiket hoeft te zitten, maar dat het een instrument is voor iedereen. En dat ook sowieso qua stijl, welke muziek kun je spelen, heel breed, kosten, want dat is vaak natuurlijk ook van, ja, maar harp is een duur instrument. Nou, gelukkig ligt dat tegenwoordig ook al heel anders, ook vanwege deze hele kleine harpjes. Dat het heel breed gebruikt kan worden, zowel als les als een soort van therapie. Mensen met dementie, workshops voor iedereen. Dat het eigenlijk een instrument is voor jong en oud, man en vrouw, kind, volwassenen, voor iedereen. Mooie afsluiting dan van dit gesprek. Mag ik je bedanken daarvoor.